De raad stemde met meerderheid in met de verhogingen van leesjes en tarieven voor de gemeentelijke diensten. Het streven is om dit kostendekkend te krijgen. Dus als je een product of een dienst van de gemeente afneemt, dan betaal je daar ook een bedrag voor. En dat moet dekkend zijn om de kosten die de gemeente maakt ook te betalen. Nou, en zo zit dat ook in de haven. Als er een boot in de haven komt te liggen, dan betaal je daar een lichtgeld voor. En dat is bedoeld om de kosten van te betalen voor de havenmeester. Om daar een nachtje te liggen. Dit college, deze coalitie, heeft substantieel geld vrijgemaakt om te investeren in de haven. Voorstellen die komen eraan. Mijn collega Ben Tap heeft ook vanavond toegelicht dat hij bezig is of aan de slag gaat met het voorbereiden van een voorstel over bijvoorbeeld extra stijgers, het verplaatsen van de witte vloot, walstroom om overlasten te voorkomen. Nou, dat kost natuurlijk geld. En als dat voorstel aan de orde is, dan komen we ook met een voorstel om te kijken waar gaan we dat van betalen. En eigenlijk wilde de VVD alvast een voorschot erop nemen. Die zei van nou, laten we het een koppelen aan het ander. En daarvan heeft het college gezegd, laten we nou even afwachten tot het integrale voorstel er ligt. En dan kijken we ook waar we een en ander uit kunnen financieren. Het voorstel voor tariefverhoging ondervond ook weerstand. Ik heb geen enkel bezwaar tegen kostendekkendheid, maar de tarieven zijn niet kostendekkend vastgesteld. Alleen de afvalstoffenheffing is kostendekkend. En met kosten dan hebben we het over wat kost het om al die vergunningen en die heffingen te doen. Maar we hebben het vandaag gehad over de kosten van heel veel vergunningen. En daarbij zijn een aantal vergunningen die zijn echt geëxplodeerd. En dat geldt met name voor de kleine ondernemers, voor de startende ondernemers. Dat is gewoon niet normaal meer. Wil jij een lunchroom beginnen met een kleine verbouwing, dan ben je 1700 euro kwijt aan 4 vergunningen. En dat is een stijging van meer dan 50%. Dat vinden wij echt een heel slecht signaal voor onze economie en voor onze ondernemers. Maar waar zou je dan de kosten voor de kostendekkendheid toch wel weer weghalen? Nou, om te beginnen, als je een vergunning afschaft, omdat die niet meer nodig is. En dat is bijvoorbeeld voor een reclamevergunning zo. Want we hebben gewoon regels waar reclame aan moet voldoen. Blijf je binnen de regels, niks aan de hand. Daar heb je geen vergunning voor nodig. Nou, dan heb je die kosten ook niet meer. Want een vergunning die je niet hoeft op te maken, die kost ook niks. Dus laten we eens beginnen met overbodige vergunningen en overbodige bureaucratie af te schaffen. En dan het tweede is, we vinden allemaal onze economie belangrijk. We vinden allemaal belangrijk dat het bedrijfsleven gestimuleerd moet worden. We vinden allemaal dat mensen die werkloos worden moeten kijken van, goh, zou je niet als ZZP'er of als ondernemer aan de slag kunnen? Als je begint, een lening krijg je niet meer, maar een vette rekening van de gemeente van 1700 euro voor een klein zaakje, dat krijg je wel. En dat is geen stimulans voor de economie.